Goedendag. Op dit moment achter mij nog een mooi herfstachtig plaatje. En het is nog erg rustig qua weerbeeld. Maar dat gaat morgen wel veranderen wanneer storm Kieran richting ons land koerst. Daarom zou het niet onlogisch zijn dat we morgen een aantal van dit soort foto's gaan zien. Omgevallen bomen, dit was tijdens storm Eunice in februari 2022. Zo heftig als toen lijkt het niet te gaan worden, maar het wordt toch erg stormachtig. En zeker omdat de bomen nog in blad staan, ja, kunnen die bomen toch gemakkelijk gaan omwaaien, zeker in de westelijke regio's van ons land. Op dit moment is het nog relatief rustig. We hebben te maken wel met wat regen die van zuidwest naar noordoost over ons land trekt. Maar het echte onstuimige weer, dat bevindt zich veel verder op de Atlantische Oceaan nog. Hier is storm Kieran in ontwikkeling en die gaat voornamelijk in de westelijke buurtjes van Frankrijk en het zuiden van Groot-Brittannië voor flink wat overlast zorgen. Maar ook wij krijgen dus met stormachtig weer te maken en mogelijk zelfs met storm direct aan de westkust. Dat zien we ook mooi terug in het Amerikaanse weermodel, die ontwikkeling van dit lage drukgebied. We zien hier Kieran liggen, die diept heel erg uit de komende paar uur. En die gaat dus donderdag zorgen voor de zwaarste windstoten in ons land. Waarschijnlijk in de loop van de middag de zwaarste windstoten voor ons land. Let er ook op dat al die banden van regen regelmatig over onze kustregio's trekken. Dus daar kan ook flink wat regen vallen door kustconvergentie. Dat is wanneer koude bovenluchten over het nog relatief warme zeewater trekken. Waardoor die buien heel veel voeding krijgen en er daardoor flink wat regenwater naar beneden kan komen. Nou, we zien ook dat in het weekend daar weinig verandering in komt met opnieuw een lage drukgebied wat onze omgeving aandoet. En dat wisselvallige weer, dat houdt voorlopig dus nog wel even aan. Zoals ik net al zei, wordt de meeste wind verwacht in het zuiden van Groot-Brittannië en het westelijke puntje van Frankrijk. En dat zien we hier ook mooi terug op de windanimatie. Windkracht 11, 12 misschien zelfs wel. Met die hoge windsnelheden krijgen wij niet te maken, maar direct aan de westkust dus wel een windkracht 9 met zware windstoten in het binnenland en zeer zware windstoten aan de kust van mogelijk wel meer dan 100 km per uur. De Franse en de Britse weerdiensten hebben natuurlijk ook waarschuwingen uitgegeven voor storm Kieran, niet onlogisch. Het zuiden van Groot-Brittannië, daar worden windstoten verwacht tot 140 km per uur en de westelijke puntjes van Frankrijk, zoals in Bretagne, voor windstoten van meer dan 150 km per uur. En dat gaat gegarandeerd ook daar wel wat schade opleveren. In eigen land wordt het dus ook stormachtig. Niet zo stormachtig als in die regio's, maar we krijgen met flink wat wind te maken. In de loop van donderdagochtend neemt de wind flink in kracht toe. Dan kunnen er al zware windstoten gaan voorkomen aan de westkust. En dat gebied met zware windstoten, dat breidt zich steeds verder uit. En het hoogtepunt vindt waarschijnlijk plaats in de loop van de middag, zo tussen 3 en 6 uur. Dat is ook deels tijdens de avondspits. En aangezien donderdag natuurlijk al een zware avondspits heeft van zichzelf, zou het zomaar eens kunnen dat we met een extreem drukke avondspits te maken gaan krijgen. We zien overigens ook dat de zwaarste windstoten zich waarschijnlijk op de Noordzee gaan bevinden. En dat is dus wel positief nieuws. Toch zien we dat zeker de westkust daar toch wel heel erg gevoelig voor blijft voor die zwaarste windstoten van boven de 100 km per uur. Ook in de nacht van donderdag op vrijdag, dan neemt uiteindelijk de wind wat in kracht af. Maar de westkust, daar blijven zware windstoten mogelijk. Als we dat dan even in een kaartje zetten, dan hebben we op dit moment dit uitstaan. Het noordoosten, daar lijkt het relatief rustig te blijven. Ook daar zijn wel windstoten mogelijk, maar veel schade gaan die daar niet opleveren. Dan hebben we een vrij groot gebied met windstoten van 80 tot 95 km per uur. En de zwaarste windstoten, zeer zware windstoten, die worden verwacht in de westelijke kustregio's. Welk weerbeeld kunnen we daar dan bij verwachten? Nou, natuurlijk een erg wisselvallig weerbeeld. Toch is de zon af en toe tussendoor nog wel te zien, maar er trekken ook regelmatig buien over, voornamelijk dus in die kustregio's vanwege die kustconvergentie. En daar dus ook de meeste wind. 8, misschien zelfs wel 9 boven. En als dat een uur lang plaatsvindt, dan spreken we dus officieel van een storm in ons land. Iets verder op zee hebben we dus een 9 à 10 boven ingetekend. En daar krijgen wij dus niet mee te maken, maar op zee is het dus erg stormachtig. In de loop van donderdag op vrijdag dan zwakt die wind langzaam af, maar zeker in de kustregio's blijft hij nog stevig doorwaaien, ook op de vrijdag. De temperatuur zet dan ook nog wel een daling in en het is nog maar een graad of 10. Regelmatig trekken dan buien over het land, dus dat wisselvallige weer houdt ook nog op de vrijdag aan. En voorlopig is het dus erg onstuimig in ons land. Tot de volgende keer.